Bent u even uitgewapperd, meneer Van Dijk? Nou, we zijn wel eventjes aan het bijkomen van alle hectiek van het weekend, ja. En heeft u zich naar goud kunnen wapperen? Net niet. Nee, we zijn tot de vierde plaats zijn we gekomen. Dus we hebben echt een heel mooi resultaat bereikt. Nummer 4, plaats 4 gaat naar Holland, Fabian Van Dijk. Ja, super trots. Echt een super mooie plaats hebben we bereikt. En ik zat er bij nummer 7 zo van, dan ben ik nog steeds niet opgenoemd. En nummer 6 en dan voor je 5 en dan krijg je bij 4 krijg je naam te horen. Ja, dat is geweldig. De waardering was heel goed. Heel veel rust zat erin. Het show-element was ook wel goed. Had iets meer mee kunnen scoren. En mijn wappertechniek was ook gewoon goed. We hebben een nieuw record. We hebben een nieuw record. World champion in powerweaving is from Netherlands, Fabian van Dijk. Dan wordt de gemeente hoe hard je winstsnelheid is als je een wapper geeft. En dit keer dan ook een nieuw wereldrecord bij gevestigd. En dat was 39,7 kilometer per seconde. Ja, dit is echt, hier hebben we het echt voor gedaan al die maanden. Zo hard voor gewerkt. Was u in vorm? Alles wat die dag had moeten gebeuren tijdens die 10 minuten ging ook echt goed. En alles was zoals het hoorde te zijn. En het is Dirk van Offelen, is een Belg. Die is vorig jaar tweede geworden en dit jaar eerste. Dus u bent verslagen door een Belg? Ja. Ja, maar wel een hele goede Belg. Ja? Hoe voelt dat? Ja, helemaal niet erg. Als je vorig jaar tweede bent geworden, dan heb je echt wel wat neergezet. En dit jaar heb je ook gewoon een wijs goede leulie hebt hier neergezet, een goede opgieting. En ja, dan is het helemaal niet erg om van de beste te verliezen. Volgend jaar weer wapperen? Volgend jaar gaan we zeker gaan we terug en dan gaan we voor goud.